Dit is Voor de Film. Ik ben Rick de Gier en ik ga jullie proberen te enthousiasmeren voor de film Ida. Ida is een historische, Poolse, zwart-wit film over een non. En dat klinkt inderdaad niet sexy. Maar als je nog niet bent afgehaakt, kan ik je geruststellen, het is absoluut geen saaie film. En dat heeft misschien nog wel het meest te maken met de plaatjes. Ieder shot zou je zo als een schilderij boven de bank kunnen hangen. Maar het verhaal zelf is zeker ook de moeite waard. Dat speelt zich af in de jaren 60, in Polen dus, en gaat over Anna, een jonge non die ooit als wees in het klooster is gedropt en nu op het punt staat haar gelofte af te leggen. Dan krijgt ze van haar moeder overste te horen dat ze een tante heeft bij wie ze eerst maar eens op bezoek moet. Deze tante, een stugge, zwaar drinkende communiste, heeft een paar dramatische geheimen voor haar. Dat ze eigenlijk geen Anna heet bijvoorbeeld, maar Ida, en dat ze niet katholiek is, maar Joods. Pani Wanda Gruz? Jestem pani siostrzenicą. Kim jest? Regisseur Pavel Pawlikowski maakte eerder een aantal mooie Britse films, zoals Last Resort en My Summer of Love, en werkte nu voor het eerst in zijn geboorteland. Hij had naar verluid zoveel moeite met het vinden van een geschikte hoofdrolspeelster dat hij zijn vrienden vroeg om stiekem foto's te maken van mooie jonge vrouwen. En zo kwam hij tenslotte uit bij Agata Trebukowska, of hoe je dat ook uit mag spreken, een meisje dat een vriend van hem ontdekte in een café. Deze Agata heeft dus geen acteerervaring, maar ze speelt fantastisch en is ook nog eens heel erg mooi. Zoals vooral blijkt wanneer ze in een van de laatste scènes eindelijk haar hoofddoek afdoet. Dziwna z was para. Ciotka i ja? Wiem. Znamy się dopiero od paru dni. A skąd jesteś? Ze wsi, niedaleko stąd. Ale wychowałam się w zakonie. I teraz okazało się, że jestem Żydówką. No mnie też się jakiś cygan przypląta. No i co tu robisz? Szukam człowieka, który znał moich rodziców. Zoals gezegd is Ida vooral een visueel meesterwerk. De personages zijn vaak ergens onder in de shots afgebeeld, waarmee de regisseur misschien wil benadrukken dat hun verhaal maar een van de vele is in het grotere geheel. Die bescheidenheid typeert de hele film, waarin grote thema's als fascisme, communisme, religie, geluk en vrije wil onnadrukkelijk worden aangestipt. Al even subtiel is trouwens de geluidsband, met precies op de juiste momenten een sfeervol stukje Bach of John Coltrane. Znał pan Lebensteinów? Mieszkali tu przed wojną. Żydzi? Nie, Eskimosi. Bo i wiem, do kogo należał ten dom. Tu nie mieszkali żadni Żydzi. Ja czuję, jak ktoś kłamie. Czego pan chce? Wiem, że mogę siostrze zaufać. Nou, voor wie nog niet geheel is overtuigd, Ida won al talloze prijzen en duurt slechts 80 minuten. Hij is zo voorbij, maar blijft geheid nog wel even rondspoken. Dit was Voor de Film. Abonneer je vooral even op dit kanaal als je meer van dit soort filmpjes wilt zien.